Hallo! Ik zie dat je bezig bent met het programma van het festival. Kun je me over vertellen? Nou ja, ik kan er van alles over vertellen, maar we hebben hier twee stages die we bijhouden. Dat is de tweede stage en het hoofdpodium. En die komen hier en we zorgen dan het eten en drinken voor de artiesten. Nou, dat is goed om te horen. Jij bent hier vrijwilliger. Wat doe je hier precies? Nou ja, we zijn de hospitality voor de artiesten. En wij verzorgen echt alles voor de artiesten. Dus we maken een praatje, we zorgen dat ze eten, drinken. Zorgen dat ze op het podium op tijd staan. En, jullie leggen ze gewoon goed in de watten. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Hoe meer dat ze het hier naar de zin hebben, hoe meer plezier dat ze op het podium kunnen maken. Nou, dat is super om te horen. Wij nemen een kijkje. Ja, nou, ga je gang. Dag Joey. Dag, hallo. Je bent hier vrijwilliger. Kan je mij precies vertellen wat je hier doet? Ja, ik ben van de organisatie. En we hebben dit mooie festival in elkaar gezet met een paar mensen en heel veel vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie hier? Ik denk tijdens het weekend een goede 200. En met de opbouwweken elke dag 30, 35 man. Van jong tot oud. Van jong tot oud. Nou, dat is heel goed om te zien. Ja. En op zo'n dag als vandaag, wat verwacht je dan? Want het weer is nou een beetje bewolkt. We kunnen alles voorspellen behalve het weer. We hebben één kleine bui gehad, straks zo'n klein buitje. Ja, iedereen is nou binnen. Nou is het lekker weer, zon schijnt. Dus we kunnen nou er lekker tegenaan. Alleen het is gewoon al super dag. Ja. En verwacht je nog veel drukte vandaag? Ja, ik denk dat inmiddels wel heel veel mensen binnen zijn. Ja. Bijna 4000 mensen, dus mij hoor je niet klagen vandaag. Wauw, 4000 mensen. Nou, laten we hopen op meer. Ja, laten we zeker hopen. Succes! Dankjewel. Hey Nanny. Hoi. Hey, je maakt foto's voor Sirus, toch? Ja. Ik zie hier jouw fotocamera liggen. Hoeveel foto's maak je op een dag voor Zoomsloes? Nou, daar zijn er toch zeker wel 150 als het er niet meer zijn. En hoeveelste jaar is het even nou voor jou? Ja, zolang als ik al bij Sirus werk. Ik denk 13e keer, denk ik wel. Dus iedere editie maak jij hier mee? Ja. Oh, dat is schitterend. En jij bent er iedere dag hier op Zoomsloes? Ja, ik ben vanmiddag ook al geweest en dan ga ik weer naar huis en dan kom ik weer terug. En morgen denk ik een keer of drie, denk ik. Een keer of drie? Ja, terugkomen. Ik blijf niet de hele dag hier. Oh ja, dat is slim. Nou, super. Ik wens je heel veel succes, Nanny. Dankjewel. Hey, de handhaving. Goedenavond. Goedenavond. Denk je dat er veel te handhaven valt vanavond? Nou, we kijken meestal naar de vergunningsvoorschriften of die worden nageleefd en hoe de sfeer is op het festivalterrein om er samen een leuke festival van te maken. Ja, oh nice. En hoeveelste editie is er voor jullie? Nou, we komen hier voor de 15e keer, dus de 15e Zoomsloes, dus ze hebben nou het jubileumuitgave. Nou, dat is goed om te horen. Ieder jaar zijn jullie hier. En denken jullie dat er vanavond veel gaat komen? Dat weten we niet. Meestal zijn er wel een paar aanhoudingen of zo, of dat mensen buiten gezet worden. Maar dat is vaak ook een taak van de beveiliging en wij kijken gewoon als er strafbare feiten zijn of andere dingen waar wij iets mee kunnen. Ja. Nou, is de hoop dat er vanavond niet te veel gebeurt? Nee, dat hopen wij ook niet. We zitten er niet op te kijken, laat ik zo zeggen. En als het festival gewoon lekker verloopt, de 2 dagen of 3 dagen wanneer dat te doen is, dan zijn wij lang tevreden. Nou, ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel, jullie ook. Hey Adrie! Hoi, goeie. Jij werkt hier vandaag achter de bar? Ja. Ga morgen zelf drinken. Oh, mogen zelf drinken. Hey, en wat verkoop je vandaag het meeste? Gewoon bier, hè? Bier. Wordt daar het meeste gedronken? Ja, bier en sammelbier. En is het druk? Ja. Dus de verkoop gaat goed? Ja, perfect. Helemaal perfect. Helemaal goed. En wat kost nou gemiddeld zo'n biertje? 3 euro. 3 euro. Dat ze doen, hè? Ja, als ze doen. Nou, laten we hopen dat je veel biertje moet tappen. Ja, en daar droog blijft, hè? Ja. En daar droog blijft. Als het maar droog blijft, dat is het belangrijkste. Helemaal goed. Hey, hallo! Hoi! Hoi! Hoe is het? Ja, goed hè? Goed. Wat heb je allemaal besteld als ik vragen mag? Twee zoete witte wijn en een pilsje. Ons eerste drankje, we zijn net binnen. Oh, jullie zijn net binnen? Ja. En wat is jullie eerste indruk? Ja, gezellig. Leuk. Ben blij, we zijn naar de buien gegaan en als het goed is blijft het droog nu. Dus, laten we het hopen. Oh kijk, daar is je drank. Ja. Hey, zuipt hè? Snelle service, ja, komt goed. Hey, hallo. Hoi. Hoe gaat
gaat hij? Goed toch? Ja, stabiel. Ja, stabiel? Ja, ja. Is dat verdere uitleg nodig? Nee, nee, we blijven ook rechts staan en het is vrij gezellig hier en ja, best gemoedelijk. Ah, mooi. En wat is jullie eerste indruk? Ja, ik vind het wel heel leuk. Het is heel groter dan ik had verwacht. Dus, groter? Omschrijf. Ja, ik had het een beetje als een boerenfeestje verwacht, maar ja, ik kom hier ook niet vandaan. Dus ik kom hier voor de eerste keer, dus ik vind het wel echt ja, het is een kei leuk festival. Nou, het bevalt je dus wel. Ja, heel leuk. Ja, heel gezellig. Nou, nice. En waar kijken jullie het meeste naar uit vandaag? Toch wel die bier. Naar bier drinken? Ja. Nou, super lekker. En jij, waar kijk jij het meeste naar uit? Ja, ook bier. Ook bier drinken? Het is wel heel leuk om Billy the Kid te zien. En ja. We hebben gewoon een gezellige avond. We komen niet echt voor de line-up, maar gewoon om een gezellige tijd te hebben. Dus ja. Nou, ik ben benieuwd hoe jullie verder van de avond gaan vinden. Ik wens jullie heel veel plezier. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ik geef jullie ook. Dankjewel. Fijne avond. Hey, goeie avond, dames! Hoi. Bevalt het hier op het zonneterras? Goed hoor. Ja? Geniet je ook een beetje van het uitzicht? Heerlijk. Hey, en ik zie dat jullie een lekker drankje hebben, maar wat heb jij eigenlijk? Een smoothie. Een smoothie? Even de vitamines aanvullen. Zeker. Ah ja, je hebt een Claro. Hij is niet zo lekker. Niet zo lekker? Ik ben er weer klaar mee. Ben je er klaar mee? En wat ga je dadelijk bestellen dan? Ik denk een rosébiertje. Een rosébiertje. Oh, dat is eigenlijk wel het lekkerste, hè? Ja, sowieso, sowieso. Hé, hey, waar kijken jullie het meeste naar uit vanavond? Naar huis gaan. Naar huis gaan? Nee, grapje, we gaan eigenlijk lekker dansen. Lekker dansen. Nou, kan niet missen. Als ik hier in het publiek kijk, ja, dat is genieten. Ja, sowieso, sowieso. Veel plezier, dames. Dankjewel, werk ze nog. Hey, waar is dat feestje? Waar is dat feestje? Zomere eind! Hey. Hallo! Hi! Zitten jullie gezellig te zingen? Ja, natuurlijk! Kunnen jullie een stukje voordoen? Nee, wat moeten wij gaan zingen? Zing maar lekker mee op de muziek! If you be my girl! Come on, come on! Hey. Hoe gaat het hier? Ja, hartstikke goed. De vibe zit er een beetje in. Het is super gezellig. Super gezellig, ja. Dat vind ik dus ook. Ja. Hey, en hoeveel bier hebben jullie al op? Genoeg. Genoeg. Was genoeg. Of ja, nog niet genoeg eigenlijk. Maar wat is genoeg? Ja, dat bestaat eigenlijk niet. Dat bestaat niet. Hey, waar kijken jullie vanavond het meeste naar uit? Ja, wij houden gewoon van een feestje. Wij gaan voor het feestje. Zeker weten. Voor de goede vibe dus. Lekker dansen, lekker zingen. Jazeker. Nou, dat willen we horen. Geniet ervan. Dank je. Bedankt. Tegen op een festival. Hoe? Kom je veel tegen op een festival je eruit moet zetten? Ik moet zeggen, ik sta hier bij de ingang en dan valt dat echt mee. Hier bij de ingang valt het mee. Maar mijn collega's die lopen, ik denk dat die het een stuk drukker hebben. Ja, ja. Wij hebben druk met dingen vinden. Hè? Ja, dat klopt. Hey, en hoeveel bezoekers schat je dat hier komen op zijn dag als vandaag? Wat ik heb gehoord is dat ze ongeveer 4000 kaarten hebben verkocht. Of ze er zijn? Weet ik niet, daar hou ik niet bij. En is dat voor jou veel om te fouilleren? Nee, is niet veel. Nee. Wat zijn jullie zo ongeveer gewend? Nou, ik denk toch wel 10.000 man, volgens mij zoiets. Ja, zoiets. Zoiets. En ben je hier iedere dag op festival? Nee, ik draai alleen vandaag en morgen ben ik er helaas niet. Nee. En ga je vandaag dan afsluiten op het festival met een biertje? Of? Nee, dat doe ik thuis. Dat doe ik thuis. Ja, dat doe ik thuis.
Als het had gekund, dan had ik het gedaan. Ja, 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 ja. Nou, heel veel succes nog. Ja, jullie ook, dankjewel. Hey, hallo. Hoi. Oh, jezus. Ik zie dat jullie airbrush-tattoos zetten. Ja. Kun je mij misschien kort uitleggen wat het is? Een airbrush-tattoo is een nep-tattoo die 3 tot 5 dagen blijft zitten. En staan jullie hier ieder jaar? Hoeveel editie is er van jullie hier? Wij staan op festivals door het hele land heen, de hele zomer door. En op Zoom Sloes hier? Eerste jaar. Eerste jaar. En hoe bevalt het? Hartstikke gezellig. Hartstikke leuk. Nou, laten we hopen dat jullie veel tattoos mogen zetten. Heel veel succes. Ik hoop het. Ik hoop het. Dankjewel. Hallo. Hallo. Ik zie dat jullie kijken naar een tattoo. Welke gaat het worden? Ja, het wordt deze. Don't let your spirits droop. Mooi. En is die voor jou? Ja. En waar wil je hem laten zetten? Ja, ik denk toch in mijn nek. In jouw nek. Dat is mooi. Hé, hey, en die tattoos blijven een paar dagen zitten. Vind je dat niet jammer? Nee. Het liefst voor altijd. Het liefst voor altijd. Nou, dan kun je vast oefenen hier. Nee. Hé, hey, succes! Dank je. Hé, hey, goeie avond! Hey. Dat komt niet goed. Komt dat niet goed? Nee, nee, denk ik niet. Te weinig bier op. Wat? Te weinig bier op. Ja, te veel. Te veel. Nou, dan kan je me vast al vertellen waarom je hier bent. Ja, om bier te drinken. Om bier te drinken? Alleen. Ja, ja zeker. En niet voor bepaalde artiesten? Wat? Niet voor bepaalde artiesten? Nee. En wat vind je van het festival? Ah, zwanger bier is goed. Ja. Nou, laten we hopen dat je veel moois gaat meemaken hier. Ja. Wel lachen zo. Hé, hey, zuip ze. Wat zei je? Zuip ze. Ja, komt goed, dankjewel. Hallo. Wat zitten jullie mooi te poseren? Hé, hey, zuren. Wat denk jij? Ja, alles goed met jou? Met mij alles goed, ja. Ja, dankjewel. Verder wij ook. Bedankt voor het compliment. Ik zie dat jullie koffie verkopen. Is die koffie een beetje uitmuntende kwaliteit? Uiteraard, uiteraard. Het beste zou zijn als je het gewoon de gasten vraagt natuurlijk, hè. En wat verkopen jullie hier nou het meeste? Het is eigenlijk een beetje een mix van de gewone koffie en de latte macchiato. Maar ook de cappuccino en de espresso. Dus eigenlijk allemaal wel. En wat lekkers erbij natuurlijk, hè. Ja. En zijn er veel festivalgangers die zin hebben in een kopje koffie vandaag? Ik denk dat ze nog een beetje moeten wennen aan het idee dat je op een festival koffie kunt drinken. Maar zeker nou na het eten, dan zie je wel dat ze toch even lekker voor een koffietje kiezen. En misschien is morgen wel weer heel anders, wie zal het zeggen? En welk likeurtje is nou de lieveling van iedereen? De hazelnoot of de cookie? Ik zie hier ook een amaretto. Nou, de cookie wordt toch wel het meeste gevraagd. Misschien dat het meest herkenbare voor iedereen, wie zal het zeggen? Ja. Nou, dat is goed om te horen. Hey, ik hoop dat jullie veel gaan verkopen vandaag en veel succes. Dankjewel en nog heel veel plezier ook jullie, hè. Op de tel van 3, 2, 1.
bij je springen, zie je? Rock and roll,